Fotograaf Erwin Olaf heeft het portret van de voetballer Rafael van der Vaart sterk gedramatiseerd. Hij heeft hem neergezet als strijder, overwinnaar en heerser met een voetbal als wapen onder zijn arm geklemd. De sporen van de strijd zijn zichtbaar in zijn kleding en de modder op zijn bezweten huid. Een dreigende lucht in een rauw landschap op de achtergrond geven de indruk van de zware omstandigheden. Het portret is vergelijkbaar met een barokschilderij van Lodewijk XIV. Geschilderd aan het einde van de 17e eeuw. De koning staat hoog op een berg, met in de achtergrond het strijdveld waar hij als overwinnaar uit is gekomen. Zijn harnas glimt, de wind waait door zijn maagdelijk witte sjerp en het zwaard drukt neer op de helm van de tegenstander. Beide portretten zijn in scène gezet. De figuren staan duidelijk geposeerd en hun uiterlijk, kleding en attributen dragen bij aan de symbolische betekenis. De voetballer is geportretteerd in een fotostudio en de koning in een schildersatelier. Dit is zichtbaar aan het lage standpunt van de fotograaf en de contrastrijke belichting op de huid. De schilder heeft duidelijk op ooghoogte van achter een schildersezel gewerkt. De figuren staan hierdoor enigszins los van hun omgeving. De achtergrond is achteraf ingevuld met behulp van een greenscreen en digitale beeldbewerking. Schilder heeft het strijdveld vooraf ingeschilderd en de koning in een veilige omgeving toegevoegd aan het oorlogstafreel.